is uw superfan-presentator, Robert ten Brink. Goedenavond. 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 Hartelijk welkom, dames en heren. Ook iedereen hier in de zaal in Slagharen, heel hartelijk welkom. Als gast vanavond in Superfan, Vanessa. En toen wij Vanessa vroegen om vanavond stergast in Superfan te zijn, voelde ze zich zo vereerd dat ze spontaan toestemming gaf om haar gehele bruiloft te filmen. Daar gaan we straks naar kijken en ik kan u verzekeren dat daar beelden bij zitten waar nog lang over kan worden nagepraat. Ze gaat eerst voor ons zingen. Menig mannenhart, dames en heren, gaat sneller kloppen bij het horen van haar naam. Zelf noemt zij zich een vrouwelijke vrouw. Hier is ze, Vanessa! Hallo. Hallo. Welkom in het programma. Loop met me mee naar je plaats. Wordt er niet gezoend? Wordt er niet gezoend? Nou, eentje dan. Zo. Ja, die andere houdt er goed. Ja. Dat zwingde even de pan uit. Veel mannen die zien jou als een ideale vrouw, hè, met een sexy image. Maar hoe zie je jezelf? Nou, ik kan natuurlijk niet zeggen als een lelijk eentje, daar komt een beetje raar over. Ja. Maar, gewoon thuis normaal als een normale vrouw. Ja. En een moeder.
En als ik op de bühne sta, dan probeer ik een superster uit te beelden. Dat probeer ik dan. Maar zijn er meer kwaliteiten, afgezien van je uiterlijk, waar mannen op zouden moeten vallen? Ja, dat zou anders heel onprettig voor Hans zijn. Want dat uiterlijk, dat wordt natuurlijk, dat gaat steeds afzakken natuurlijk met de jaren. Hè? En dan heb je dadelijk niks meer over. Dus er zit best nog wel wat in, hoor. Ja, nee, maar noem eens een paar van die kwaliteiten waarvan jij zegt van, ja hoor, zo zit ik wel in elkaar. Nou, dat vind ik wel hartstikke moeilijk om voor jezelf te zeggen. Ten eerste ben ik heel erg recht door zee. En het hart, dat zit altijd op mijn tong. Ik fladder altijd alles zo eruit. En ik geloof dat ik, dat vind ik altijd een pluspunt. Daar kan ik niks aan doen, maar ik ben een hele trouwe echtgenote. Een heel monogaam type. Word je vaak onderschat? Onderschat? Nee, niet dat ik weet. Nee, geloof ik niet. Nee. Zeg, hoe moet volgens jou de ideale man eruit zien? Oh, dat is mijn antwoord op. Even een close shot van Hans. Ja. Maar in het algemeen. Want kijk, als je nu al Hans ging afvallen, je bent net getrouwd, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar in het algemeen, welke eigenschappen zou de ideale man volgens jou moeten hebben? Nou, ik vind het heel belangrijk als die een beetje sportief is. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Maar vooropgesteld, ja, ik kan er niks aan doen, het zal best heel erg ouderwet zijn. Maar ik ben een type die niet iemand kan delen. Dus ik vind het trouwtypje altijd heel erg lekker als ik dat achter me heb, weet je. Dan geen toestanden of ik iemand in de gaten moet houden. En ja, ik denk dat dat voorop staat bij mij. Geen macho type? Nee, totaal. Nee, dat hoeft niet. Nee, precies. Wij gaan kijken naar jouw levensgeschiedenis. Die hebben wij gemaakt. Ga er maar even voor zitten. Ja. Want dat is best leuk voor jou ook om eens even te bekijken. De levensgeschiedenis van Vanessa. Ik ben geboren op 25 juli 1951 op de Frankenboskade, nummer 92 in Den Haag. En ik woonde hier met mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en mijn twee broers. En hier op de Frankenboskade speelde ik met allemaal vriendjes en vriendinnetjes. Ja, zoals jullie zien staan we hier bij een school. En dat is de Kijkduinse school in Kijkduin. Ik heb hier vroeger op school gezeten. Wat jullie net zagen, dat was natuurlijk wat iedereen weet, hinkelen. En dat vond ik veel en veel leuker dan in de schoolklas zitten. Maar we gaan even binnenkijken. Gaan jullie mee? Hoeven jullie niet om huiswerk te maken? Niet zo gelijk. Nee, niet zo gelijk. Bordrijdbordjes. Oh ja? Ja. En hoe ging dat? Nou, niet leuk. Dus jullie vinden het ook niet leuk? Ik ben niet de enige. Nou, ik vond het ook helemaal niks aan. Ik baalde altijd als een stekker van huiswerk. Tot mijn moeder het een keer maakte. Die heeft het een keer voor me gemaakt, huiswerk. Ik vind het ook niet leuk, huiswerk. Jij vindt het ook niet leuk? Nee. Nou, mijn moeder heeft het een keer voor me gemaakt. En weet je wat ik toen had? Nee. Een 1. Ja, dus toen hoefde mijn moeder me nooit meer te helpen. Dat heb ik gelijk afgeleerd. Nee, ik was niet echt goed op school, jongens. Ja, jij wel. Vertel, ben je echt goed op school? Ja, en vooral met rekenen heb ik heel veel nul fout. Heel veel nul fout? En met rekenen is heel veel, is een keer 18. Geef me 8, ik ook. Ik ook. Vanaf de lagere school, toen ben ik naar de huisartsschool gegaan. En zoals jullie zien, zijn we hier nu thuis bij mij. En gaan jullie even gezellig mee naar binnen? Even een kijkje nemen. Zo, dat is wat lekker warmer binnen, hè? Na de schooltijd heb ik verschillende baantjes aangenomen. Onder andere gouvernante bij Noors Ambassade. Iedereen weet natuurlijk dat ik een verschrikkelijke kindervriend ben. Ik ben gek met kinderen. Dat heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. Gouvernante houdt eigenlijk een beetje in het tweede moederspelen voor kinderen. Het was daar een leeftijd van 8 maanden tot en met 11 jaar. Dus ik had best mijn handen vol. Kinderen naar school brengen. Dus de middag eten geven. Als de mensen naar Noorwegen gingen, dan bleef ik bij de kinderen. Dolle pret natuurlijk, want ik was zelf toen ook nog een kind. Ik was 16, 17 jaar. En zomers, dan, mijn ouders hadden namelijk zaken op het strand. En 's morgens om 5 uur begon dat met parelstools buiten zetten. En strandstoelen. Inderdaad, die strandstoelen waar iedereen altijd ontzettend mee ligt te knokken op het strand. Daar heb ik dus een makkie aan. Zoals iedereen weet, ben ik met Hans Breukhoven getrouwd. En exclusief voor Superfan zijn de cameramensen meegegaan om dat te gaan filmen. En ik denk dat ik nog nieuwsgieriger ben dan jullie
van wat er nu gaat komen van ons huwelijk. Vanessa, als je terugkijkt op je opvoeding, zijn er dan positieve punten waar je vandaag de dag nog steeds baat bij hebt? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik kom uit een heel warm gezin waar heel veel liefde is gegeven, een heleboel gezelligheid. Dat houdt in dat mijn moeder altijd thuis was. Ja. En ik probeer dat ook natuurlijk voor onze dochter te doen. Zodra ze uit school komt, dan ben ik thuis. Daarbij is mijn moeder heel erg opruimerig, dus dat doe ik precies hetzelfde. Dat is heerlijk als je s'avonds een feestje hebt gehad om alles s'avonds op te ruimen en dan 's morgens uit je bed te komen. En dan staat alles lekker weer helemaal schoon erbij. Alsof er niks gebeurt. Ja, dat vind ik fijn. En ook mijn moeder verwende mijn vader ontzettend. En dat doe ik ook aan de hand. Dat vind ik leuk om te doen. Je hebt altijd hard moeten meewerken, hè, in het gezin. Ja, heel hard. Ja. Zijn er nou dingen, je zegt net, dat doe ik voor mijn dochter ook. Zijn er meer punten waarvan je denkt, zo wil ik mijn dochter opvoeden? Ja, ik tenminste, van Hans en ikzelf dan, dat is onze mening, om Connie op te voeden als gewoon een heel leuk, normaal, spontaan kind. En niet het Vanessa gebeuren eromheen, van oh, daar komt Vanessa, de dochtertje. En we zullen eens even, zo zijn kinderen natuurlijk, heel veel aardiger zijn dan dat ze anders doen. Dus paard opzadelen en paard poetsen noemen, want dat moet ze allemaal zelf doen. Ze moet zelf boodschappen doen, ze moet zelf de bed opmaken. Ja, luisteren jullie maar goed, kinderen, want ik ben niet zo makkelijke moeder als jullie denken, dus niet. Want zij moet dat ook. Ja. We gaan nu kijken naar die beloofde beelden van jouw bruiloft, hè? Nou, als je het niet erg vindt, zou ik me even graag willen verkleden, want ik zit alweer even hierin en dat lijkt me wel even leuk. Als je niet erg vindt. Nu? Ja, nu. Hier? Ja, maak je maar niet druk. Ik heb daar iets op laten zetten en dat heb ik zo gedaan met een paar minuten. Oh, nou prima. Nee, dan ik kan gewoon doorpraten. Oh, nee, ja? Uitstekend. Oké. Okay. Ja, ik loop even met je mee. Ja. Ja. Lukt het? Ja, het gaat perfect, jongen. Oh, prima. Ik heb ook een hele goed uitzicht, moet ik zeggen, vanaf hier. Doe je dat vaker in het openbaar, je verkleden? Wat zeg je? Doe je dat vaker in het openbaar, je verkleden? Ja. Ja? Ja. Nou, als er maar een scherm voor zit, dat is niet zo heel erg. Ja. Dank je, Irene. Nou, ik moet even bukken, hoor, maar dat vind je toch niet echt erg. Ja, het is hier een beetje warm hier. Hè? Ja, er kijken maar 4 miljoen mensen, dus achter. Waarom verkleed je nou eigenlijk? Nou, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. Jawel, maar we gaan alleen maar naar een videoband kijken om je nou je voor je bruiloft te verkleden. Ja, maar om bijna een uur in dezelfde kleding te staan, heb ik bijna zin in, schat. Vind je het dan niet erg? Nee, prima. Maar de verrassing is natuurlijk altijd best goed. Zeg, wat trek je aan eigenlijk? Handschoenen. Een ring. En een armband. Is het een ingewikkeld gewaad? En nog een armband te komen, hoor. Tel even tot 3 mee. Kom op, we gaan. Oké, 1, 2, 3. Ja! Zo. Die staat. Gaat u zitten. Dan gaan we nu kijken naar de beelden van de bruiloft van jullie. En je levert er zelf commentaar bij, hè? Je vertelt ik ben benieuwd. Het is voor mij natuurlijk ook de eerste Hier keer. Hier komen ze. Hartstikke. De bruiloft van Vanessa. Ach kijk, dat is Quinny en de bruidjonkers. Bastiaan en Adrie. En God. Dat is Hans. Komt het hotel binnen. Wie loopt daarnaast? Dat is Tony. Tony Vermeulen. Die heeft het hele feest in elkaar gezet. Nee, Theo Seikel. Franse zeilen in verwijt. Er zitten duizenden pareltjes in. We zijn er 8 weken aan het werk geweest. Dit is een van mijn mooiste creaties die ik ooit gemaakt heb. Ik ben bijzonder trots dat Vanessa die draagt, want hij is op haar leven gemaakt. Er zijn vanmorgen 3 naarsjes gekomen. Ze kan hem dus niet gelijk aan. Hij wordt op de vrouw eigenlijk gemaakt. Daar komt Theo Seijden van mij naar beneden. Ik geef me weg aan Hans. Het leuke is namelijk dat Hans dacht dat we vanaf huis zouden trouwen, dat hij me daar dus op moest komen halen. Ja. Dus dit was een totale verrassing voor hem. Hij is vanuit de auto opgeroepen, telefonisch, en hij dacht echt van nee, dit kan niet, dit is niet waar. Mijn schoonmoeder moest hem dwingen dus om naar het hotel toe te rijden. Hier ontmoeten jullie elkaar? Hier ontmoeten we elkaar, ja. Oh, wat mooi, hè? Hij is een beetje aangedaan, hè? Lijkt wel. Kun je wel zeggen, ja. Jij toch net ook? Toen ik zo achter het scherm vandaan kwam. Heerlijke dag voor Hans.
Oh, kijk. Dit zijn... Dus dat is mijn moeder en mijn schoonmoeder, Adrie Hermans. Dat is Paula, daar ben ik al 18 jaar vriendin. Ja. Beste vriendin. Ja, maar. Eén van de beste vriendinnen. Dat is Bastiaan en Arnold, dat zijn de twee neefjes van ons. Bruidsjonkers. Bruidsjonkers, ja. Kijk, ja, ze zijn er namelijk. Ze hebben mij verteld dat geluk brengt, hè? Een kousenband. Dus ik dacht, nou, laat ik het nou maar toch even proberen zo'n kousenband omheen te doen. Dat zijn de oorbellen. Daar zitten honderden steentjes in en pareltjes. Dat is Constanza, onze dochter. En hier gaan we het hotel uit op naar het stadhuis, denk ik. Oh, kijk. Ik pak mijn jurkje in de hoogte, want ik bang ben natuurlijk dat hij met modder komt. Het regende nogal. Ja, het is wel te gek. Er had bijna nog een koets bij gemoeten. Om de jurk in te doen, zie je dat? Het is net een gouden koets. Ja, dat heb ik nog gevraagd aan Bea, maar ze wou die gouden caravan niet aan me uitlenen. Jammer. Oké, daar komt Hans. Prachtig. Nou, hier vertrekken we dus. Vanaf het voorhout. Op weg, even kijken hoor. Ja, dat is op weg naar het stadhuis. Oh, kijk, is dat mooi. Politie allemaal ervoor. We hadden 9 koetsen. En Jan Plezier. Oh, dit is de aankomst denk ik in het stadhuis. Even kijken hoor. Ja, ja. Hier komen we binnen. Echt honderden mensen waren er. Een enorme sleep aan de jurk. Ja, er zit ontzettend veel zijde in verwerkt. Het is ongelooflijk. Het zijn er allemaal de fotografen. Oh, dat is typisch ik hoor, de ijdeltuit. Randje om de mond, een beetje lippenstift. Dat is Hans. Wat in ieder geval dat is mijn schoonmoeder. Is dat deze zaal waar nu de raad maandags vergadert en waar ook dikwijls paarden en de echtmuiden beginnen. En wij dan willen antwoorden op de vragen die jullie nu voor de gasten hebben. Johannes Arie Brugghoven. Neemt u aan op uw wettige echtgenote Cornelia Jacoba Witteman en bent u voornemens getrouwelijk de plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden? Wat is daarop uw antwoord? Ja, heel graag. Fantastisch. Cornelia Jacoba Witteman, neemt u aan op uw wettige echtgenoot Johannes Arie Breukhoven en bent u voornemens getrouwelijk de plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden? Wat is er op uw antwoord? Een stille vraag. Dat is ja. Geweldig. Hartelijk dank. Dan verklaar ik. Oh, kijk, dat zijn de ringen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk om even te vertellen. Want wij kwamen net terug van vakantie. We hadden nog maar 1 dag om dat uit te zoeken. Ja. En ja, we zagen eigenlijk geen ringen ertussen die we mooi vonden. En toen zei iemand, nou, we ontwerpen het wel voor je. En zijn ze s'nachts nog zijn ze dat helemaal gaan smeden. En hebben ze de stenen erin gezet. Dat was heel bijzonder, want ik had hem nog niet gezien toen ik hem op mijn vinger geschoven heb. Je ziet hem. Ja, dat zijn mogen deze ringen voor altijd een stralende glans voor jullie blijven behouden. Uw mond zal koekjes eten. Nou, laat ze maar hier komen. Dat is mijn moeder, die bewondert de ring. Nou, dat is, okay, dat is onze dochter, Constanza. Ja, en daar komen ze. Nou, daar komen het stadhuis uit. Hoe ging dat buiten daar? Veel ja, dat was waanzinnig. Zoveel mensen. Hier ook waar 1100 mensen in het hotel. Kijk, daar openen we het bal. De eerste dans. Ja, de eerste dans. Oh, dit was ook heel leuk, want het was namelijk een Hubelus cadeau van Hans en Boer van Karel. En die had een bruidstijd laten maken en een huisje van allemaal snoepgoed. Kijk, en Hans doet dat natuurlijk op zijn manier altijd alles heel rustig. En bedacht. Maar dit meisje is dat duidelijk niet. Dat kun je ook zien. Kijk, dat is de bakkerschool uit Rotterdam. Kijk, moet je kijken. Dit is dus typisch ik. Dan kun je het verschil zien tussen handen. Snap je wat ik bedoel? Hallo? Wat leuk. Oh, jullie willen even natuurlijk de bruidssuite zien. Kom erin. Oh, kijk, hier kwam superfan op visite. Die kwam mij verrassen. We zitten net heel even zijn aan het rusten. Een kopje thee. En dat is Hans. Goedenavond. Dit is in het bed, waar het vannacht in moet gaan gebeuren natuurlijk. Oei. Ik wil eigenlijk wel even kijken of het heel erg lekker ligt. Want jullie hebben mijn rechterbeen natuurlijk al gezien. En zijn heel nieuwsgierig hoe mijn linkerbeen eruit ziet. Ja, voor het geval ze denken dat ik maar 1 been had. Ik denk, zou ik maar even uitleggen. Geen been, hè? Dat is natuurlijk niet zo. Kijk, er is natuurlijk wel een ladder ingekropen van alle. Ja. Alle drukte. Mensen en toestanden. Het jurk bleef haken, he, door al die steentjes. We gaan nog even door, want we hebben nog meer. Kom, daar gaan we.
God, ik was wel overvallen, hoor. Is dat toch om zo een verwende vrouw te mogen zijn. Nou, dit is de badkamer. En de bedoeling is natuurlijk dat we vanavond, voordat we het bed gaan verstormen, in het bad gaan zitten. Moest kijken van een bad. Ja, en ik mag zo zeggen dat ik me wel de gelukkigste vrouw mag prijzen als ik zo naar het plafond kijk, heren. Dan zijn jullie het iemand met mij. Ja, dat verbaast me, waren allemaal spiegels. Ik had hier niet kunnen zitten. Het eerste wat me opviel was dat je eigenlijk geen ja zei, hè? Dat hoort toch zo als je trouwt? Ja, dat hoort zo als je trouwt, maar ja, dat was zo'n consternatie. Het was zo ontzettend druk. Ja. Dat toen Hans weer heel lief zei van ja, heel graag. En toen zei ik natuurlijk ontzettend graag. Ja, natuurlijk. En dat werd geaccepteerd. Ja. Nou heb je ons zitten opwarmen. Dus ja, nou willen we het weten ook, hè. Hoe was de huwelijksnacht? Ja, fantastisch natuurlijk. Ja. Hoe is een huwelijksnacht? Denken ze allemaal bij jullie zelf. Nou, hoe is die huwelijksnacht nou? Ja, toch? Ja. Wat was er zo speciaal? Maar de nachten die erop volgen zijn er niet minder om, dus dat oh, niet, nee, hoor. Nee. Nee. Maar wat was er zo speciaal, de huwelijksnacht? Ja, sowieso is natuurlijk al dat je samen ligt te praten over wat er allemaal is gebeurd en noem maar op. Ja. En ja, ik hoop niet dat je me kwalijk neemt dat ik de rest niet helemaal haarfijn aan je uitleg, nee. Ja, toe nou! Nee, zien jullie ook niet nieuwsgierig naar, hè? Nee. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zijn we daar niet nieuwsgierig naar? Ja, ik weet niet. Een kleine enquête, ja, ja. Hij wil dus gewoon doorgaan, maar er komt toch niks uit, hè? Ik houd het voor mezelf. Mondje dicht, hè? Zee, je hebt toch... vond het leuk dat we dit allemaal konden zien. Je hebt ook verder weinig gêne wat je privézaken betreft. Choqueer je daar wel eens mensen mee? Nou, dat weet ik niet. Ik vind zolang ik de mensen om mij heen en de familie... Ja. Niet choqueer, ja. Ik geloof niet dat ik me van al die mensen dan wat aan kan trekken. De een zegt, je moet dit doen, de ander zegt, moet je dat doen. De andere vindt Vanessa leuk en de andere vindt er geen bal aan. Dus ja, daar trek ik me niks van aan, sorry. Nee. Maar het gebeurt dus wel eens, blijkbaar. Dat denk ik, ja. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ja? Jawel. Als ze ineens zo'n blad dan zien, dan kan ik me best voorstellen, of althans horen van tevoren, dat ze denken, hallo, moet dat nou zo nodig? Mm-hmm. Maar aan de andere kant denk ik ben er best trots op als je 36 jaar bent en je wordt ervoor gevraagd. Vind ik dat best een compliment en er liggen zo ontzettend veel vrouwen topless aan het strand, dat ik bij mezelf denk, ja, ik zie niet wat ik daarmee fout doe. En op het moment dat dat dan uitkomt, zo'n blad, dan zeggen ze, nou, toch wel erg mooi. En juist ja. De vrouwen die dat dan zeggen van, nou, je hebt groot gelijk, best goed gedaan. Ja, dus dat risico, dat neem je dan. Ja, om mensen. We gaan kijken. Onze huisastrologe Kim die heeft jouw horoscoop ontrafeld. De Westerse en de Chinese, daar is een combinatie van gemaakt. Hier is Kim. Vanessa is volgens de Chinese astrologie geboren in het jaar van de kat. De kat in haar maakt dat ze een conflict liever uit de weg gaat. Haar Westerse zodiacteken is de leeuw. Die maakt dat ze graag verovert. De combinatie leeuw-kat is in feite een bescheiden egotripper. Of je haar nu wel of niet fantastisch vindt, het maakt haar weinig uit. De leeuw-kat is populair bij de andere seksen. Vanessa zal dan ook moeite hebben met het op afstand houden van al te opdringerige bewonderaars. Haar voorzichtigheid zal het altijd winnen van haar hartstocht. Vanessa is ijdel, wil bewonderd worden, heeft graag gelijk, maar zal haar superioriteit aan niemand opdringen. Ze is stapelgek op kinderen, kan deze ook goed opvoeden, maar eist wel respect en inzet van hen. In haar werk zijn er maar weinig dingen die ze niet aan kan. Of het nu gaat om hoofd- of handarbeid, zij zal er vol toewijding aan beginnen. Als ondergeschikte zal ze dan alleen de gehoorzame dienaar zijn wanneer het absoluut niet anders kan. Een leeuwkat is in het algemeen aantrekkelijk om te zien. Kim zegt net, Vanessa zal moeite hebben met het op afstand houden van al te opdringerige bewonderaars. Heb je daar moeite mee? Nou, dat is het enige waar ik het eigenlijk niet mee eens ben. Hm. Voor de rest vind ik het aardig kloppen, Kim, bedankt. Ja. Maar nee, ik weet niet hoe dat komt. Ik zing nu 8 jaar... En ik ben zo één met mijn publiek. Ik loop er makkelijk tussendoor. Ik loop er
Ik weet eigenlijk, ik vind het een beetje moeilijk om het zo uit te leggen, van ik loop er makkelijk tussendoor. Ik vind dat ik precies hetzelfde mens ben als de mensen die in de zaal zitten. En net zo normaal als de bakker en de melkboer en noem maar op. Alleen ik heb een andere baan en het is toevallig dat we miljoenen mensen kunnen bereiken door de televisie. Maar zijn er nooit mensen die aan je gaan zitten? Of... Ik heb nog nooit, maar dan ook echt nog nooit één keer meegemaakt. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik weet het niet. Omdat ik gewoon als de zalen vol zijn en ik loop naar de mensen toe, dan geven ze een hand, denken ze, nou, spontane meid, normaal gewoon, niks aan de hand. Ik zou nu weten waarom ik gek moest doen. Ja. Dus. Ja. Grappig. Ja, heel leuk. Haar voorzichtigheid, stond in de horoscoop, zal het altijd winnen van de hartstocht. Klopt dat? Nou, ben ik je denk, voorzichtig? Ja, ik denk dat ze daarop doelt, tenminste, dat zo voel ik dat een beetje aan van... Ten eerste word ik niet zo gauw verliefd, maar ik denk dat zij bedoelt van als ze misschien verliefd zou worden, dan zou ze bij zichzelf denken, doe dat maar niet, want dat geeft je ontzettend veel moeilijkheden. En als ze daarop doelt, dan is dat zo. Dan ben ik daar zeer voorzichtig mee en dan ga ik dat uit de weg. Maar je hebt drie huwelijken achter de rug, dus de schijn heb je een beetje goed tegen. Kun je goed tellen? Nee, maar de schijn... Ben je... Ja, nee. Geeft niet, ja. Je hebt die huwelijken achter de rug, dus de schijn heb je dan toch een beetje tegen je. Nee hoor, waarom? Ik zou niet graag rijk willen zijn hoeveel huwelijken er bij elkaar zijn. Die denken bij hunzelf, als ze s'avonds op de bank zitten, van gadverdamme, weer zo'n avond, hoe moet ik uit. Nee, maar wat ik bedoel... Dat heb ik niet. Ik ben hartstikke verliefd. En, dus ik ben ontzettend blij dat ik aan mijn vierde huwelijk ben begonnen. En ik moet zeggen dat ik denk dat ik een van de weinige vrouwen ben in Nederland die kan zeggen, ik heb ervaring en ik weet nu dat ik de beste heb getrouwd. Prima. Ja, ja, dat vind ik een goed antwoord. Vanessa, het wordt hoog tijd dat ik jouw fans ga voorstellen. Die denken alles van jou te weten. En die gaan spelen om de titel Superfan. Hier komen ze, de Superfan-kandidaten. Onze eerste kandidaat komt uit Enschede, is 18 jaar en al 6 jaar fan van Vanessa. Toen zij voor de eerste keer naar een optreden van Vanessa ging, viel Vanessa bijna van het podium op haar. Na afloop van haar optreden informeerde Vanessa hoe het met haar was. En dit maakte op Gerina zo'n indruk dat zij onmiddellijk besloot om fan te worden. Het liefst zou ze etaleuze of zangeres worden. Hier is Gerina Broen. Hallo, Gerina. Zo, daar was ze dan. Gerina, de eerste kandidaat. Toen jij Vanessa voor het eerst ontmoette, persoonlijk, hoe reageerde je toen? Toen begon ik te huilen. Huilen? Ja, door alle emotie. Ik kwam toch een beetje onverwacht. En, maar ja, Vanessa troostte mij heel lief. En ik mocht daar nog even met haar zingen. Dus dat was heel leuk. Leuk. Hé, vanavond ga je niet huilen, hè? Nee, beslist niet, nee. Succes. Irene, brengt je verder. De tweede kandidaat. Onze tweede kandidaat is John Timmers. Hij is ziekenverzorger en komt uit Ulvenhout. Zijn hobby's zijn zwemmen, fietsen en tekenen. Als hij naar optredens gaat, neemt hij meestal zijn moeder mee. Over Vanessa zegt hij, ik vind haar lief, aardig, knap en sexy. Maar wat ik het meest bewonder, is dat ze zo gewoon gebleven is. John heeft inmiddels 7 plakboeken vol en op zijn kamer hangen allemaal posters en foto's van Vanessa. Hier is John Timmers. Hallo John. Hoi. Zo, die John. Hoor je dat? Ja, ik hoor het. Allemaal fans in de zaal. Fans, ja. Een hele bus. Ja, 30 personen. Doe maar. Je hebt allemaal foto's van Vanessa in je slaapkamer hangen, horen we. Wat ben je trouwens langs, hè? Ja, we zijn even groot. Je hebt allemaal foto's boven je bed van Vanessa. Kun je dan wel slapen s'nachts? Ja, natuurlijk wel. Ja? Ja hoor. Gaat prima. Ja? Droom je wel eens? Ja, ik heb vannacht nog gedroomd. Ik kwam hier aan en ik zag Connie. Ik zei het eerste van, laat je trouwringen zien. Ja, dat was het eerste wat ik vroeg. Oh, nou, kijken of ze hier om heeft. Succes vanavond in het spel. Ja. Irene brengt je verder. En hier komt de laatste kandidaat. Onze derde kandidaat is Marinka Looyen uit Amerongen. Marinka is 18 jaar en al 5 jaar fan van Vanessa. Zij werkt bij een kruidengroothandel en in haar vrije tijd trekt ze veel op met haar vrienden. Door Vanessa werd ze ineens op het podium gehaald om samen met haar iets te zingen. Ook is zij al eens bij Vanessa thuis geweest en ontdekte dat Vanessa een hele gewone en lieve huismoeder is. En dat spreekt er erg aan. Hier is Marinka Looyen. Marinka. Hi. Nou, we horen net, je bent een hele trouwe fan van Vanessa. Word je daar ook voor beloond? Ja, zeker. Ik denk het wel.
Ik was een keer, lag klikken thuis te zonnen en opeens gaat de telefoon en zegt ze dus van Marink, ik vier vandaag mijn verjaardag en kom maar naar me toe, ik heb alles geregeld en we gaan feest vieren. En dat hebben we toen gedaan, een half uur later zat ik in de trein, lekker naar Den Haag gegaan, lekker feest gevierd en dat was echt fantastisch. Ja, vergeet ik nooit meer. Fantastisch, zeg, voor jou ook. Succes vanavond in het spel. We gaan de eerste ronde spelen om de titel Superfan. Zo, iedereen heeft elkaar begroet. Marinka die gaat er ook bij zitten. Jullie weten het, de bordjes liggen voor je. De viltstiften waarmee je de goede antwoorden moet opschrijven voor 5 punten per stuk in deze eerste ronde. Jongens, sterkte, want hier komt die eerste vraag. Tijdens haar huwelijksfeest heeft Vanessa een levenslied gezongen. En ik wil weten welke bekende Nederlander begeleidde Vanessa daarbij. Schrijf het maar op. Dat lijkt weinig problemen op te leveren. Alleen de gekozen naam is vrij lang. Zet de bordjes maar neer. Vader Abraham, denken jullie alle drie? Voor het goede antwoord gaan we direct naar een lied, naar een fragment kijken of naar een liedje kijken. We gaan eigenlijk het hele lied bekijken, geloof ik, hè, Vanessa? Ja, ik vind het wel heel spannend. Ja. Zullen we snel gaan kijken wie dan die bekende Nederlander was die Vanessa op haar huwelijk begeleidde? Toen ik 16 was, begon ik pril en onervaren, nog met onbespeelde snaren aan het leven. Wel wat onbewust, maar met goede attributen uitgerust. Er kwamen mannen in mijn leven waar ik liever niet meer over praat. Zij hebben mij in het nauw gedreven en tot in het diepst van mijn ziel geraakt. En ik dacht, is dat het nou? Is dat nu alles voor mij? Ik werkte op het strand en ik was ook nog gouvernante en zag mij als een variant op het charmante, het pikante en het amusante. En ook als fotomodel. Ja, ja. Nog het liefst in naturel. En toch was ik zo alleen. Met al die mensen om me heen. Ik miste een steun en toeverlaat. En ik was soms met het leven uitgepraat. En ik dacht, is dat het nou? Is dat nu alles? Voor mij. Geliefden gingen weg van mij, die ik nodig nog kan missen. Waarom moesten zij? Kan God zich dan aan nooit vergissen? Schat, voor jou is Vanessa niet belangrijk. Maar wel dat grote moment, daar in Zuid-Frankrijk, maar dat ik juist vandaag, wat verwonderd en verbijsterend vraag, is dat het nou, is dat nu alles voor mij? Ik toch ben ik blij dat ik besta. En ik ben heel blij dat ik hier sta. Ik ben blij met jou, mijn lief. En ik ben blij met Connie, onze hartendief. En ik? Ik ben gelukkig. Omdat ik na vele hinderlagen mijzelf nu eens niet meer hoef af te vragen. Is dat het nou? Is dat nu alles voor mij?
Dank je wel. Hans, wist je van tevoren dat dat zou gaan gebeuren? Nee, dat wist ik niet. Het was een hele grote verrassing. Ja. En het was niet het enige emotionele moment op die dag, maar wel een heel groot emotioneel moment. Vooral als je daar tijdens je huwelijk, je vrouw daar ineens die trap afkomt en dan zo'n geweldig, fantastisch, ja, ongelooflijk goed lied staat te zingen waar ze de leven in omschrijft. En ja, woorden tekort, geweldig. Waar werd je het meest door geraakt? Onder de tekst. Ja. Ja, en door de moed om dat op je huwelijk, terwijl daar toch 1000 gasten aanwezig waren. En ja, alle spanningen die ervoor waren ook. Ik heb er iets van gemerkt hoor, een aantal dagen ervoor. Zeg, joh, kom, dan moet je nog s'avonds heen, je hebt toch geen optredens? Maar ze moest een aantal avondjes weg en heeft toen stiekem met Pierre, die gigantisch veel tijd aan hem besteed heeft ook, twee avonden stiekem zitten repeteren in een hotelkamer, wat ik niet wist. En het was fantastisch, ja. Wat ik ook het leuke uit de tekst vind, dat ze heel duidelijk laat merken dat ze echt heel erg blij met je is. En, ja, dat, oh, maar dat is wederzijds. Ja. Hans Breukhoven, dankjewel. Dankjewel. Wat zeggen? Je wil wat zeggen, ga je gang, ja. Ik wou graag van deze plaats Pierre Cartner heel hartelijk bedanken voor zijn inzet. En een vriendinnetje die dat voor me geschreven heeft. Ja. Ik heb haar het levensverhaal verteld. Ze heeft het fantastisch neergezet voor mij. En hartstikke bedankt. Bij deze. Ja. Zijn er dingen, nu we je hele leven hebben gehoord trouwens, waar je later spijt van hebt gehad, echt? Alles zo op een rijtje zettend? Nee. Nee, toch niet. Je zou misschien denken van, nou, na zoveel huwelijken zou je wel gaan zeggen van... Nee, ik denk dat ik eigenlijk best 10 jaar geleden al Hans had willen leren kennen. Ja. En dat ik toen bij mezelf dacht van, nou, dan had ik misschien wel 10 jaar geleden met hem getrouwd. Maar achteraf denk ik van, nee, door de dingen die je meemaakt word je rijper. Ga je veel meer dingen accepteren, tolereren en begrijpen, denk ik. Ja. Ja, meer begrip voor elkaar. Alles. Ja. Goed, de volgende vraag voor jullie kandidaten. Terwijl ik eerst nog natuurlijk de score moet geven van de vorige vraag. Die bekende Nederlander, nou weten we inmiddels uitgebreid. Hij is bedankt. Vader Abraham, voor jullie alle 3 5 punten erbij. Die staat. En we gaan meteen door met de volgende vraag. Pas op, daar komt hij aan. Hebben jullie de bordjes? Daar komt hij. Vanessa die trad laatst op in een circus. En wat ik wil weten van jullie is, welk circusnummer voerden ze daarop? Welke circusact deze daar? Schrijf het maar op. Dat kun je weten. Zet de bordjes maar neer. Een stalmeester, een paardennummer en een presentatrice. Voor het goede antwoord gaan we kijken naar een fragment. Hier komt het. Dat was ze, op een paard. Nou. John, jij hebt in ieder geval 5 punten verdiend, maar een zeer geleerde raad, een jury van heren, die heeft inmiddels uitgemaakt dat Vanessa daar ook inderdaad stalmeesteres was, presentatrice. Dus in dit geval moeten we het eigenlijk allebei goed rekenen. Jullie weten wat daar in dat circus gebeurd is. 5 punten erbij, alle 3 op 10 kom je daarmee. Ja, eerlijk is eerlijk. Je kan behoorlijk paardrijden, geloof ik, hè?
ja, ik ben een vrije tijd ruiter. Ja, ja, ja. Wat is dat? Ja, ik ben, ik hou totaal niet van in een manege te rijden. Ja. Dat vind ik allemaal niks, dus die rondjes en zo. Dressuur ook niet, dus ik heb vroeger gesprongen. Maar nu vind ik het heerlijk om een paard te pakken en door de duinen heen te gaan, door het water heen, als een gek. En dat doe ik heel vaak met kleine Connie, met Constanza. En zonder paard, veel lopen geloof ik, hè? Joggen? Ja, joggen, ja. Ja. Loopt Hans dan ook mee? Nou, ik ben blij als ik met Hans mee mag lopen, want die loopt zo ontzettend lang. Die doet altijd met de marathon mee ieder jaar en die traint. En ik probeer dat een klein stukje bij te houden, maar verder dan 10 kilometer komt. Daar begin je maar niet aan. Nee, dat kan ik me voorstellen. We gaan door met de volgende vraag voor jullie. Concentreer je. Jongens, jullie staan allemaal gelijk, zeg. Dat gaat fantastisch. Vanessa die heeft gespeeld in de Nederlandse film De Boezemvriend. Wat ik wil weten is, hoe heette zij in deze film? Een naam. Schrijf hem maar op. Daar komen de bordjes. Verina als laatste. Mercedes, zeggen jullie alle drie. Voor het goede antwoord gaan we kijken. Nou, zullen we dan maar? We moeten opschieten, want om 4 uur begint de tweede matinee. Ik bedoel toch niet dat je bedoelt. Dat bedoel je toch niet, hoop ik, hè? Ja, het zal wel moeten. Er is voor je betaald, dus huppakee. Ja, gek. Het idee alleen al. Koud, we kennen elkaar nog niet eens. Ik weet niet eens hoe u heet. Hoe heet u nou zoal? Mercedes. Knap hoor. Wat een kei, hè? Wat een kei, hè? Alle drie 5 punten erbij. De stand op 15 punten gelijk voor jullie. Je gaat, kijk eens even, die fanclub van John. Nou, Vanessa, je gaat voor ons zingen een liedje in een repertoiresoort wat we nog niet echt van je gewend zijn. Nee, het is de allereerste keer dat ik een duet doe. En ik ben ontzettend trots op dat Frank dit met mij wil zingen. Ja, het is ook een heel rustig liedje. Klopt. Het is ook voor het eerst en dat heb je speciaal voor vanavond gedaan. Klopt. Hoe heet het? Zingen. Hoe heet het? Do that to me one more time. Once it's never enough. Do that to me one more time. I'll never get enough of a blue light. Kiss me like you just did. Oh baby, do that to me once again. Once just is enough for my heart to heal. Tell it to me one more time. I can never hear enough when I got you near. Ooh, say those words again. Like you just did. Oh, baby. Tell me once again.
Komt u mee? Dat was een heel ander liedje dan we van je gewend zijn. Waarom eigenlijk nou ineens een nieuw repertoire? Nou, omdat ik eigenlijk best wel eens een keer wil laten zien. Ja. En een beetje van de babbels af wil. Dat ik alleen maar een fotomodel was. En playbackte of het niet echt zong. Of je hoort dat stemmetje haast niet. Nu zijn we bewust de studio ingegaan. Ja. Hebben het gewoon één keer ingezongen. Frank en ik. En we zeiden gewoon, we laten het gewoon zo erop staan. Zonder koren, helemaal niks. En speciaal voor Superfan was het. Speciaal voor Superfan. Leuk. En ik denk, laat ook eens een keer wat zien. Maar ik wil toch nog iets bijzeggen. Ja. Want er is een gastoptreden van Penny de Jager. En eigenlijk danst ze niet meer. Ze is meer entertainster geworden. En ze zingt. En ik heb haar videoband gezien. En ik moet zeggen, hij is voortreffelijk. En vandaar dat ik dacht van, Penny, nog één keer voor mij. Dans nog één keer. Dankjewel, Penny de Jager. Ja. De volgende vraag voor jullie, kandidaten. Pak de viltstiften en de bordjes. Hier komt hij aan. Het is een gokvraag waarmee jullie 5, 4 of 3 punten kunnen verdienen. Jullie zagen daar straks de trouwjurk van Vanessa. Wat ik wil weten is, en dat moet je natuurlijk gokken, hoeveel pareltjes zijn daarin verwerkt? Een getal dus. En het zijn er erg veel. Als je dichtbij bent, of helemaal goed hebt, krijg je 5 punten. En de volgende, ja, Gerina, die denkt, ja, erg veel had je ook kunnen opschrijven, ja. Nou, het antwoord, dat weet jij natuurlijk zelf. Hoeveel pareltjes zijn daarin verwerkt in die trouwjurk? 4800. 4800? John. Dan zat John, ja, met 5000, er heel dichtbij, 5 punten daarbij. Marinka die krijgt er 4 en Carina met honderden was leuk bedacht en daarmee inderdaad 3 punten verdiend. Gefeliciteerd daarmee hoor. Ja. Echte parels trouwens? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Nee. Ja, want anders was het helemaal natuurlijk niet te betalen. De bruiloft zelf met zoveel gasten zal ook een immens bedrag gekost hebben. Hoeveel, ja. Hoeveel was dat ongeveer, denk je? Geen idee. Nee. Ja, maar dan zou ik zelf nog eens gaan trouwen. Dan weet ik een beetje het budget, hè, waar ik rekening mee heb te houden. Ik ligt eraan over vrienden, ja. Dat is niet zo duur. Oh nee, oh, ja, dat doe ik dat per hoofd. De laatste vraag, voordat Vanessa gaat zingen. De laatste vraag in de eerste ronde. Die ga ik jullie nu ook stellen. Daar komt hij. Pak de viltstiften maar. Ho, ho, ho. Ik wil nog even iets zeggen. Ja? Ik zit alweer een tijdje in deze jurk. Ik wou me even gaan verkleden. Oh, dat is prima, natuurlijk. Ja? Ga je gang. Oké, ja, dankjewel. Je weet de weg. Tuurlijk. Hier komt die vraag terwijl Vanessa zich even gaat verkleden. Ja, 10 minuten in dezelfde jurk, dat is een beetje te gek natuurlijk, hè. Hier komt hij. En concentreer je, kandidaten. We gaan naar een fragment kijken, dus let goed op. Wat denk jij, wint Vanessa dat ja of nee? Wat is te bedoelen? Nou, wandel aan loopt en zij gaat fietsen. Dat lukken? Vanessa wint. De vraag is, wie gaat deze race winnen? Vanessa op de wobbelfiets op de, hè? Of de snelwandelaar? Schrijf het maar op. Misschien ligt het nog ergens in je geheugen. Toevallig die uitzending hebt gezien en denkt, oh ja, dat weet ik nog. Alle 3 kiezen jullie voor de snelwandelaar. Laten we snel kijken of jullie gelijk hebben. Een achterstand. Echt van hier tot Tokio. En daar komt hij, Hans van de Knaap. En geef hem een warm applaus. Deze topper uit het snelwandelen. Een sport waar vaak ten onrechte om wordt gelachen. En daar, kijk, dit is wel om te lachen. Vanessa op een wobbelfiets. En zij komt uiteindelijk aan de finish. Ja, en dat was weer goed. 5 punten voor jullie alle 3. Daarmee komt de eindstand van de eerste ronde op 24 voor Marinka. John staat bovenaan met 25. En Gerina, 23 punten. Straks gaan we de finale ronde spelen. Jullie liggen te dicht bij elkaar. We kunnen totaal nog niet uitmaken wie er superfan gaat worden. Eerst gaan we luisteren naar een liedje van Vanessa, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Vanessa, ben je klaar? Ja!
En dan is het natuurlijk nu eindelijk tijd voor de Superbandfinale. 23, 24 en 25 punten, zo dicht bij elkaar. Die scoren, dat zijn dus keien van kandidaten. De finale ronde, jullie krijgen 3 vragen. Iedere vraag 10 punten te verdienen. Degene met de laagste score, nou laagste in dit geval, is Gerina. En die mag als eerste met mij mee. Gerina Broen, kom maar. Zo, 23 punten. Daar kun je dus even 53 van maken. En nou, kies er maar één uit. Welke envelop wil je? De rode. De rode? Ja. Mag ik dan nu het rode licht? En ik zou willen vragen of er absolute stilte in de zaal is, want Gerina wil zich graag concentreren. Hier komt de eerste vraag. Ben je klaar? Op 18-jarige leeftijd maakt Vanessa haar eerste Nederlandstalige plaatje. Dit plaatje heeft echter nooit iets gedaan. Wat was de titel van het plaatje? Lieve schat, ik blijf wel op je wachten. Lieve schat, zou het nog lang duren? Of zonder jou? Zonder jou? Is fout. Volgende vraag. Zoals je weet heeft Connie een dochter geadopteerd. Waar komt die dochter vandaan? Uit India, Korea of Colombia? Colombia. Is goed, 10 punten erbij. De laatste vraag. De laatste vraag voor Gerina. Na enkele platen te hebben uitgebracht, besluit Vanessa met een Engelse producer, Steve Glenn, in zee te gaan. Welke single werd door hem als eerste geproduceerd? Don't Pull the Trigger on Me, La-di-da of Obsession? La-di-da. Is ook goed, eindscore voor jou, 43 punten. Dankjewel. De volgende kandidaat. Marinka. Nou, daar waren die vorige vragen, die hoef jij niet te weten. Er zijn nog 2 enveloppen. 24 punten heb je, dus daar kun je 54 van maken. Geel of groen? Groen. Groen, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Gaat het? Ja, prima. Okay. Lekker. Nee, prima. Ja, prima. Mag ik dan nu het groene licht? En nogmaals, ik wil echt verzoeken of het stil kan zijn in de zaal, want de kandidaten moeten een beetje kunnen nadenken, want ze willen graag het goede antwoord geven. Bedankt. De eerste vraag, daar komt hij aan. In 1978 werd Vanessa door een beroemde Engelse fotograaf ontdekt als fotomodel. Wie was dat? John Kelly, David Hamilton of Helmut Newton? John Kelly. Is goed. 34 punten. Tweede vraag. Naast een speelfilm was Vanessa als zangeres te zien in een televisiefilm.
Wat was de naam van deze televisiefilm? De katvanger, de kattenbak of de kat in het donker? Katvanger. Is goed. 10 punten erbij. De laatste vraag. Vraag 3. Die vraag die zal je nodig hebben. Je staat op 44, een punt boven de vorige kandidaat. Maar je weet niet wat John straks gaat doen. Dus denk goed na. In 1986 was Vanessa op de Duitse televisie te zien in het programma van Rudy Karel, Der verflixte Sieben. Welk nummer zong Vanessa in deze show? Bandolero, Going to the Movies of Cheerio? Bandolero. Is goed. Eindstand 54 punten. Dankjewel. John. Nou. De gele envelop, die is voor jou. Ik wil verzoeken de gele spot aan te doen. Ja. 25 punten. Je zult alle drie de vragen goed moeten beantwoorden, John. Want het gaat om 1 puntje boven je andere kandidaten te eindigen. Als je dat lukt, dan heb je dus ook echt alle punten gepakt die er te winnen zijn. Hier komt de eerste vraag. Vanessa die heeft als kind leren paardrijden. Hoe oud was ze toen? 8, 10 of 12 jaar? 12 jaar. Is goed, 10 punten. Met Upside Down scoort Vanessa haar eerste echte grote hit. Zij ontvangt hiervoor een gouden plaat. In welk jaar kreeg zij die? 1979, 80 of 1981? 1981. Is goed. 10 punten. Vraag 3. En nu is het dus drop of eronder. Wie wordt er superfan? John, kom op. In 1986 bracht een bekend maandblad een naakt reportage van Vanessa. Waar werd deze fotoreportage opgenomen? Was dat in Portugal, in Zuid-Frankrijk of aan de Italiaanse Riviera? In Zuid-Frankrijk, aan de Côte d'Azur. Dat is goed. En jij bent superfan van Vanessa. Hier is jouw gouden plaat. Door Vanessa uitgereikt, persoonlijk. Pak hem maar aan. Hij wordt gefeliciteerd, want John is superfan. Dit was het voor vanavond trouwens. Over 2 weken, dan is er weer een superfan. Dan zijn we er bij de VARA weer op dezelfde tijd, 19:15, Nederland 1. Tot dan. Je wilt als fan hoe je ster door het vuur gaat. Met zijn mooiste portret boven je bed. Een echte fan kent zijn lol en zijn leed. En komt steeds aan de weet wat hij doet en wat ze deed. Want voor een echte fan is er altijd maar één. Maar één waar hij om geen moet dan. En koop je ster, dat is de veen. Begin waar hij om leven zal. Super, het slaat om haar. Drie haal fans van die ene star. Hoor vanavond spreek één van hen. Weer de titel van super. Of doen jij naast je voor? Je kan steeds veel beneden staan. En dan komt u weer, hè? Super! Dat slaat op! Driemaal bent van die ene staan. Op vanavond kreeg een van hen. Weer de titel van Superfan. Ja, dat super, dat staat op aan. Van die ene staart. Om vandaag.